Hoi, mijn naam is Fabienne en in deze video ga ik je wat meer vertellen over de bacheloropleiding Communicatie en Informatiewetenschappen aan Tilburg University. In de Bachelor Communicatie en Informatiewetenschappen bestudeer je hoe organisaties en mensen met elkaar communiceren en hoe informatie verwerkt wordt. De opleiding combineert kennis uit verschillende vakgebieden, zoals de communicatiewetenschap, cognitiewetenschap, marketingcommunicatie, psychologie, taalkunde en user experience design. Binnen de opleiding kun je je specialiseren door te kiezen voor een track. In de track bedrijfscommunicatie en digitale media staat centraal hoe organisaties communiceren, zowel intern als naar buiten toe. Ook kijk je hierbij naar de rol die digitale media spelen. Hoe kan een organisatie bijvoorbeeld sociale media inzetten bij reputatiemanagement? Binnen de track communicatie en cognitie draait het om het begrijpen van menselijke communicatie in al haar facetten, zowel verbaal als non-verbaal en zowel in tekst als in beeld. Hoe kan je in een chatgesprek bijvoorbeeld emoties overbrengen, zoals je dat face-to-face zou doen, met gezichtsuitdrukkingen en intonatie? In de track New Media Design bestudeer je hoe je het ontwerp van een interactieve technologie kunt laten aansluiten bij jouw doelen en bij de behoeften van de gebruikers. Ook kijk je naar de invloed van het ontwerp op het gedrag en het denken van mensen. Hoe kan je een app bijvoorbeeld zo ontwerpen dat mensen het leuker en gemakkelijker vinden om gezond te gaan eten? Naast deze tracks bestaat de mogelijkheid om binnen de opleiding een route te volgen die jou voorbereidt op de universitaire lerarenopleiding Nederlands. Een groot voordeel van deze opleiding is dat de tracks een coherent programma bieden en dat er heel veel keuzemogelijkheden zijn. Zo ben jij verzekerd van samenhang, maar creëer jij je eigen unieke profiel dat past bij jouw interesses. Een ander belangrijk kenmerk van de opleiding is dat er veel aandacht is voor onderzoeksvaardigheden. Hierbij ligt de focus op onderzoek waarbij je data analyseert, zoals online data of data uit experimenten. Daarnaast is het belangrijk dat je theoretische kennis kunt toepassen op casussen uit de praktijk. Op die manier leer je hoe je met wetenschappelijke kennis bijdraagt aan innovaties die echt bruikbaar zijn. Kies je voor communicatie en informatiewetenschappen aan Tilburg University, dan kies je voor een opleiding die aansluit bij de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en in de maatschappij. Zo ben jij verzekerd van een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Wil jij bijdragen aan nieuwe inzichten over allerlei vormen van communicatie in de wereld van nu? Kies dan voor communicatie en informatiewetenschappen aan Tilburg University.